De drie belangrijkste uitdagingen en oplossingen voor de gezondheidszorg zijn wat mij betreft de sociaal-economische gezondheidsverschillen. Ik ben huisarts in een achterstandswijk. Bij mij in de wijk worden mensen gemiddeld 8 jaar minder oud en leven 17 jaar langer in ongezondheid. Daar zullen we vooral moeten inzetten op preventie, leefstijl, zorgen dat ze de kansen ook krijgen om gezond volwassen te worden, de jonge kinderen. Andere belangrijke uitdaging is de ouderenzorg. Hoe gaan we met elkaar om met het feit dat we allemaal langer leven? Dat betekent dat we daar ook veel meer moeten nadenken over voorbereid zijn. Dus waar ga je wonen? Wat is op termijn nodig om te zorgen dat je prettig kan wonen en dat je de zorg krijgt die je nodig hebt? En ik denk een derde belangrijke uitdaging, de innovatie. Er is zoveel mogelijk in de zorg als we gaan nadenken over vernieuwing, over nieuwe methodieken. Daar moeten we aan de andere kant ook weer kijken naar de kosten die daarbij zitten. Maar die innovatie gaat er denk ik toe leiden dat we met elkaar gezond langer gaan leven. En dat is eigenlijk de uitdaging van alle drie de punten waar we de komende periode aan moeten werken.